In Oost-Afrika heerst op dit moment extreme droogte. De regen is zo tegengevallen dat oogsten zijn mislukt, het vee sterft van de dorst en er is voor mensen gewoon simpelweg te weinig te eten. Dorcas is aanwezig in deze landen, wij bieden acute noodhulp, voedselhulp, medische zorg en water. Droogte wordt een ramp als mensen niet voorbereid zijn. Daarom willen we op de lange termijn mensen trainen in landbouw en hen helpen om een reserve op te bouwen als er weer een nieuwe periode van droogte aanbreekt. We kunnen en willen onze ogen hier niet voor sluiten. Help daarom mee en zet een punt achter honger.